Wat gebeurt elke weer? Wat gebeurt er met een grote boot op zee? Ja, kijk, ik zie hier een jonge dame met de vinger omhoog. Ik geef een nice pot. Ja, natuurlijk. Ja, jongens en meisjes. Is het dan een slim van het biertje om weer terug te gaan naar Spanje? Nee! Maar dat kon hij niet meer, dus het probleem was, er was geen huis en nu moeten we dat oplossen. En heb jij misschien een oplossing daarvoor? Want ik heb nog steeds niet gevonden. Zeg, als je zo'n huis zou het stadhuis, dat is waar ik als eerste ben geweest, waar het allemaal, als derde of vierde, waar het allemaal gebouwd was. Hoe is het met jullie? Hebben jullie zin in? Ja, ik ben niet staan met stoom. Sinterklaas, maar ik heb het nog niet gevonden. Sinterklaas, hoe moeten we dit nu oplossen? Misschien kunnen de kinderen daar mij bij helpen. Misschien hebben die nog een schuurtje of een bed over waar Sinterklaas nog even in kan slapen. Ach, kijk, dat geweldig zeg. Ach, nou toch, man. Nou, daar is Americo. Prachtig toch. Hij is er al. Sinterklaas komt eraan. Jullie vragen je vast af wat ik niet doe. Toch? Want ik probeer eigenlijk het probleem op te lossen. Want er is natuurlijk een probleem. We hebben nog steeds geen huis van Sinterklaas. Wat denken jullie? Wat zou het huis van Sinterklaas moeten zijn? Dat is spannend. Ik kan niet wachten. Hebben jullie nog pakjes gevonden trouwens in de schoot? Echt waar? Om weer een jaarlijkse ronde van Franeken te maken. Nou, ik ben natuurlijk altijd al heel blij dat ik in Franeken mag komen. Toch weer heel wat anders dan Dokkum. Maar dat heb ik gehad, gelukkig. Nee, Franeken, dat heeft toch mijn hart. Kijk daar eens, oma. Bij de oma? Ja, maar kunnen al mijn pieten dan wel bij jou in huis? Want ik heb er een heleboel, hoor. En al die cadeaus, dat gaat nooit passen. Wat is de burgemeester nou? Dat moet toch allemaal wel. Sinterklaas. Ah. Sinterklaas. Dag burgemeester. Hartelijk welkom. Ja, nou dan, ik ben ook blij dat ik hier ben. Dit mooie huis, waar ik nu tegenaan kijk, met heel veel kamers. Het stadhuis.
Oh, dat is het stadhuis natuurlijk. Ik zal dat nog hopen. Dag meneer. Dag, dag meneer Beugelvader. Dat ziet er prachtig uit trouwens. Dank u wel. Ja. Maar burgemeester, wij hebben een... Oh. Wij hebben even een vraag, burgemeester. Ik heb een probleem en de kinderen van Vraneker die vroegen zich af of ik misschien met mijn hele gevallig en al mijn cadeaus die ik in dit mooie huis kon slapen. Dus er was toen de tv bij mij was, toen heb ik heel moeilijk gekeken omdat ik dacht, wat een probleem. Zeker. Maar ik heb toen ook beloofd dat ik met de wethouder zou praten om te kijken of we iets konden bedenken. Ja, dat is, en is dat gelukt? Nou, kijk eens wat ik u heb. Is overhandigen. Nou. Zullen we kunnen bieden de komende weken een mooie plek in Vraneker? Nou, dat is geweldig. Misschien wilt u wel even uitleggen. Ja, ik ga.